In de aanloop naar Bevrijdingsdag op 5 mei aanstaande zijn wij van plan diverse gerestaureerde en ingekleurde films te tonen over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met name zal veel materiaal worden vertoond over de bevrijding van diverse grote Nederlandse steden in mei 1945. Deze film kan worden beschouwd als inleiding tot deze serie bevrijdingsfilms door een impressie te geven over de voorbereidingen die Nederland trof voor de aanvang van deze oorlog. Met name is interessant beeldmateriaal te zien over de mobilisatie die begon in augustus 1939 en duurde tot de Duitse inval op 10 mei 1940. Enkele weken geleden is op dit YouTube-kanaal al een tweetal films uitgebracht over de kanonneerboot Hr.Ms.Johan Maurits van Nassau die een grote rol speelde bij de verdediging van de Afsluitdijk. Deze film geeft een idee wat aan die inval vooraf ging. Er mag worden gesteld dat het Nederlandse leger slecht was voorbereid op de komende oorlog. Sinds de Eerste Wereldoorlog was er sterk bezuinigd op defensie. Wat dat betreft herhaalt de historie zich als we in oogenschouw nemen hoe triest ons defensie er nu voor staat ten opzichte van de Russische militaire agressie. In 1939 werden vooral mannen van rond de 35 jaar opgeroepen om het land te verdedigen. Bijna 500.000 mannen moesten hun gezinnen verlaten terwijl jonge mannen thuis konden blijven. Het tot ministerie van Oorlog omgedoopte ministerie van Defensie vorderde grote aantallen paarden en voertuigen en gezinnen begonnen voedsel en andere levensbehoeften te hamsteren. Toch hoopte Nederland nog altijd, net als tijdens de Eerste Wereldoorlog, neutraal te kunnen blijven. Eind mei 1939 werd het de regering duidelijk dat dit ijdele hoop was. Desondanks laat minister-president de Geer medio november 1939 in een radioboodschap weten dat er geen enkel gevaar te duchten is. De bekende "gaat u maar weer rustig slapen" benadering door de politiek is dus allesbehalve iets kenmerkends van de huidige tijd. Overeenkomstig de Russische inval in de Oekraïne stonden grote bataljons Duitse tanks en manschappen net over de grens in Duitsland wekenlang gereed om aan te vallen, in afwachting van de opdracht daartoe vanuit Berlijn. De beelden in deze film spreken verder grotendeels voor zich, waardoor nader gedetailleerd commentaar niet nodig wordt geacht. Het originele filmmateriaal was helaas zonder geluid.